ontwinning drie nieuwe plassen, die gezamenlijk de Lentse Waaier gaan heten. Na het afronden van deze zandwinning is de gemeente Nijmegen van plan om die plassen te verontdiepen met behulp van slip. En daar kan de wijkraad Lent zich niet in vinden. Verondiept worden met categorie B-slip. Dat is industrieel slip. En wij weten eigenlijk niet wat daarin zit. Het kan licht vervuild zijn, maar het kan ook zwaarder vervuild zijn. Men is nu aan het ontzanden. Men haalt heel veel schoon zand eruit. Daar zit een verdienmodel op. En de volgende stap is nu, omdat men het diep vindt, gaat men het verondiepen met vervuild slip, waar ook weer een verdienmodel op zit. Vanuit de Universiteit Nijmegen, professor Roelofs, stelt dat er nog veel te weinig is onderzocht op het gebied van de ecologie bij diepe plassen. Vorig jaar zijn we al actief geweest op het gebied van de Lentse Plas om daar zwemwater van te maken. Dat is ons gelukt. We kregen toezegging dat het zwemkwaliteit zou worden. En dat slip, verontreinigd slip, niet in de Lentse Plas zou worden gestort. En nu maken wij ons zorgen over het feit dat dat slip wat niet in de Lentse Plas wordt gestort, nu extra verdeeld wordt bij de twee andere plassen, de Oosterhoutse plas en de Zandse plas. De plassen die zijn met elkaar verbonden. En als door het slip er bijvoorbeeld blauwalg ontstaat en gaat groeien, dan zijn wij bang dat het ook in het zwemwater van de Lentse Plas zal komen. Aanstaande donderdag houden we een avond in de Ster. Het is een informatieavond. Hij begint om 8:00. En die avond is vooral gericht op elkaar informeren, onze zorgen uitspreken. Professor Roelers komt, er komen nog meer deskundigen spreken. En daarnaast komen ook een aantal raadsleden. Het is heel jammer, de wethouder zelf komt niet. En ook de gemeentelijke ambtenaren houden zich op dit moment afzijdig. Wijkraad Oosterhout wil het ook nog even aanzien. Ook dat vinden we jammer, want we denken dat wij hier totaal in Nijmegen-Noord een probleem hebben wat ons allemaal aangaat. In een reactie zegt wethouder Harriet Tiemens geen interesse te hebben in een met een grote groep mensen bediscussiëren van een reeds gemaakt besluit. Ook zegt ze dat het nog maar de vraag is of de gemeente verdient aan de verontdieping van de plassen, omdat er nog geen definitieve afspraken over zijn gemaakt. Volg ons online via Facebook @altijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.